Vol gas, 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 gas. Oh. Hey, ik ben Luc van Veronica Superguide. En het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Bente's Grote Film Challenge. Alleen zonder Bente deze week, want die is even lekker op vakantie. Ik neem het stokje even van hem over. Hallo Luc, in de film The Fast and the Furious Tokyo Drift draait alles om racen en driften. Go! It's called drifting. The cars are lighter. The tires are slick. When you drift, if you ain't out of control, you ain't in control. The Fast and the Furious Tokyo Drift. Vandaag zijn we niet in Tokyo, maar in het exotische Nuenen en ga jij driften net als in Tokyo Drift. Goed, wat heb ik nodig om te driften zoals in Tokyo Drift? Nou, ten eerste een circuit, auto's en ik heb nog iemand nodig die het mag gaan leren. Alright, we staan nu naast Perry van Fundustry. Hij is driftinstructeur en hij gaat mij vandaag leren driften. Perry, driftinstructeur zijn lijkt mij het allermooiste beroep van de wereld. Ja, klopt. Mooi met auto's spelen, lekker voor gas geven en natuurlijk allemaal op de basis kosten. Dus kan niet beter. Oké. En voordat ik de auto in ga, ben ik natuurlijk wel benieuwd hoe het dan eigenlijk moet. Dus kun jij mij even laten zien hoe het moet? Ja, natuurlijk. Ga maar mee. Oké, Perry, vertel, wat moet ik doen? Met het eerste pionnetje laten we het gas helemaal los, dan gaat de auto duiken, dan draaien we er snel in en dan vol op het gas en dan gaat die auto hoe dan ook om. Oké, let's do this. Oké, super aanrijden, gas los, insturen, gas erop. Oké. Eerder op gas in de bocht. Zie je, Perry zegt nu ook, wanneer gaat die kerel elkaar stoppen? Ja, dag, dit is veel te leuk. Gas 1, 2. Heb ik weer pion geraakt? Ja, ik heb rijden doen. Insturen. Ik heb inmiddels al de hele baan gemold, maar ik begin het te voelen. Ik voel dat het gaat lukken vandaag. Je kan dit! Gas los, insturen, gas erop. Nou, fuck yes! Ah! Ik heb gewoon fucking een drift! Ik wil niet heel veel zeggen, maar dat was gewoon driften. Nou Perry, hoe heb ik het gedaan? Wat vond je ervan? Nou, ten eerste, je hebt best wel wat talent. Dus je hebt de auto mooi in de slip gekregen. Maar ja, ik moet wel eerlijk zeggen, hier en daar een pionnetje geraakt. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar overal, ja, goed gedaan jongen. Ik heb wel inderdaad een klein beetje de baan gesloopt, maar ik vond het echt super vet. Als het eenmaal lukt, is het zo'n kick van oké, yes, ik zit in die slip, weet je wel. Ja, het is echt fucking vet. Ik ga gewoon nog een keertje. Hop. Nou, jullie weten inmiddels hoe het werkt. Heb jij een leuke challenge voor ons? Laat hem even in de comments achter. En ik ga nog een rondje. Superguide, download nu de app.